Hallo, ik ben Ingeborg van MBO Mediawijs en deze tutorial gaat over Exit Ticket. Exit Ticket is een hele eenvoudige tool waar je snel mee kunt reflecteren op je eigen les. Je hebt heel snel inzicht in de leeropbrengsten van elke student in de les en je kunt dit doen voor, tijdens of na de les. En bovendien, het is AVG-proof. Om heel snel te gaan, ik scroll even naar beneden. Wat kun je hier precies mee doen? Je maakt een exit ticket. Dit is echt in een paar tellen gebeurd. Je deelt het met je leerlingen. Ook dat gaat heel snel. Je kunt het analyseren en jij kunt daar eventueel op inspelen. Oké, hoe maak je dit? Je gaat naar het docentendashboard. Als je nog geen account hebt, moet je eventjes inloggen. En ik ben inmiddels al ingelogd. En er staan ook een heleboel voorbeeld exit tickets op. Eventueel ter inspiratie wat voor vragen je zou kunnen stellen om jouw lessen te verbeteren. En inzicht te krijgen in de leeropbrengsten van jouw studenten. Maar je kunt er ook zelf heel snel eentje maken. Uiteindelijk, ik heb er hier al een paar gemaakt. En ik maak even een blanco exit ticket aan. Bijvoorbeeld lesafsluiting. Les 1 noem ik het eventjes. Je kunt er nog een introductietekst bij zetten waarom je dit wilt voor je studenten, maar dat hoeft niet per se. Een referentie voor jezelf, zodat je weet van, oh ja, dat heb ik bij die en die les gedaan. Dit was bij les 1 van bijvoorbeeld Photoshop in mijn geval. Je kunt de vragen stellen met vinkje ja, nee. Hier staat niet bij ja of nee, dus er staat alleen maar een vinkjesbox voor, dus die vind ik zelf niet zo heel erg duidelijk. Hangt misschien een beetje van de vraagstelling af, natuurlijk ook wat je wilt. Meer keuzevragen kun je stellen. Nou, ga zo maar door. Dat is heel duidelijk, lijkt me. Oké, ik heb hem opgeslagen. Ik hou het eventjes bij deze paar vraagjes. Eventjes voor het idee. En zo snel gaat het. Ik hoef hem trouwens niet eens per se op te slaan. Maar hier staat het knopje om te delen met je leerlingen, met je studenten. Eventueel kunnen ze ook gewoon inloggen bij Exit Ticket met deze code. Die zag je al op het beginscherm net staan, dat je meteen kan inloggen met een code. Deze is natuurlijk altijd leuk voor de studenten. En daar laat ik dus even mijn mobiel, haal ik er eventjes bij. Dan scannen we hem eventjes natuurlijk. En ik kan hem meteen openen. Nou, je ziet eigenlijk al hoe snel dat gaat. En ik laat jullie ook meteen even zien wat er op de mobiel tevoorschijn komt. Ik kan hier dus meteen de titel zien. Lesafsluiting les 1. Ik zeg start. Hoe vond je deze les? En dan heb ik dus de meerkeuzevraag gereed. Wat heb je vandaag geleerd? Ik vul eventjes in het antwoord als veel. Ja, ik moet wat, hè. En wat zou je de volgende les willen leren? Nou, nog veel meer natuurlijk. Ik zeg inleveren. En dan krijg ik vervolgens een bedanktje terug. Dan ga ik natuurlijk weer terug naar mijn les. En dat is deze. Kijk, ik heb hier meteen al een antwoord gekregen. Ik kan ze wissen, maar laat ik ze eerst even bekijken. Je ziet hier meteen de feedback terugkomen van, in dit geval, mijzelf. Zo simpel als wat ik hier nu laat zien, zo simpel is het ook daadwerkelijk. Er wordt aangeraden om bijvoorbeeld 5 vragen te stellen. Nou, je ziet, het kan al met minder. Er zijn een heleboel voorbeeld lesafsluitingen of voorbereidingen. Het is heel leuk, vind ik zelf, om aan het eind van de les te doen, maar ook aan het begin van de volgende les. Van, met name van, wat zou jij graag, waar zou je hulp in willen, zeker met het online lesgeven. Is dat natuurlijk hartstikke leuk, want dan kan je gewoon eventjes één op één kan je schakelen met de studenten. En je hoort meteen terug of ze het een leuke opdracht vonden of niet. Of dat ze het heel erg moeilijk vonden, of dat het wel aansluit bij hun voorkennis. Dus dat is superleuk en super snel gedaan. Veel plezier ermee!